deze week in 1 minuut. Manege het Hoefijzer in Zwolle is maandag deels verwoest door een brand. Rond 17:15 brak de brand uit in een deel van de manege waar theorielessen worden gegeven. De paarden die op stal stonden zijn allemaal op tijd naar buiten gebracht. Ruim 100 brugklasleerlingen van het Bonhoeffer College in Enschede werken sinds dinsdag met een iPad. Die iPad moet de boeken gaan vervangen. Nu hebben de brugklassers nog allebei. De schoolboeken mogen wel op school blijven en hoeven niet meer mee naar huis. Een jongetje van 2,5 jaar uit Hardenberg is woensdagmiddag om het leven gekomen. Het jongetje was op een stelling van de molen in Radewijk geklommen en kreeg een klap van de molenwiek. Liefdesverdriet is mogelijk de reden dat een 18-jarige jongen woensdag op Twitter heeft gedreigd een bloedbad aan te richten op het ROC van Twente. De dreiger van het bloedbad is aangehouden. Door blunders van politie en justitie worden 3 Enschedeërs niet vervolgd voor oplichting en fraude. Het gerechtshof in Arnhem heeft dat besloten.